Καλώς ορίζετε στην βάρκα μου. Θα κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα εδώ στο Ποσίδι. Θέλω να σου πω καλά να περάσετε. Καλημέρα. Zo klinkt het straks in het Grieks. De bekende Leidse schipper Rein Paulides is de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd, maar aan stoppen met werken moet hij niet denken. Tijdens een van zijn vakanties in het Griekse Kassandra besloot hij het roer nog één keer om te gooien. De schipper vertrekt binnenkort naar Griekenland om daar in de zomer rondvaarten te organiseren. Waar wij zitten op die plek, daar is dat niet. Helemaal niet. Terwijl er wel een gebied rijk aan toerisme is. Er zijn veel hotels, beachbars, nou, stranden liggen in het hoogseizoen daar ook vol. Ik moet het gewoon doen. Dat ik niet straks wanneer ik op mijn sterfbed lig, dat ik dan denk van jeetje, had ik dat maar eens een keertje geprobeerd. Jammer dat ik dat niet gedaan heb. De andere schippers van de Leidse rederij hebben dubbele gevoelens bij de plannen van hun collega. Ik vind zijn plannen hartstikke leuk. Behalve dat ik hem natuurlijk wel ga missen als hij hier steeds een hele tijd weg is. Ja, want hoe moet dat nou? Jullie missen dan wel één schipper. Zeker, ja. Dus we moeten hem toch maar proberen te gaan vervangen. Niet dat dat echt kan, want hij is natuurlijk onmisbaar eigenlijk. Denk je dat hij wel terugkomt? Ik denk dat hij altijd terug blijft komen. Dit is toch zijn stadje, ja. Hier rechts de prachtige trapgevel van begin 1600 van de stadstimmerwerf. Hier was de plek waar de stadsarchitect woonde. En samen met de timmerlieden plannenmakend voor een mooie stad. De Weddesteeg. Het is wel grappig, dan hangt er een plaquette. Hier is Rembrandt van Rijn geboren, 15 juli 1606. En dan kijk je in die ramen naar binnen en dan zie je daar een hele moderne koelkast staan. Bezoekers van de sleutelstad moeten het in de zomermaanden voortaan zonder de verhalen van Paulides doen. Hij heeft de boot al gekocht. De schipper kan niet wachten op zijn eerste rondvaart in Griekenland. Bij het vallen van de avond, zo 8 uur, 8:30, dan heb je grote kans dat je dolfijnen voorbij ziet komen. Met mijn eigen bootje was ik dan en dan heb motor uit en dan is het wachten. En dan komen zo de dolfijnen komen er langs. En dat is echt een fantastisch gezicht. Dan zwemmen ze zo'n 20, 25 meter van je boot dolfijnen.